Wie de publieksprijs meekrijgt naar huis. En opgeteld hebben jullie, dames en heren, en velen in Vlaanderen, heel veel met die site geweest, want meer dan 25.000 stemmen zijn uitgebracht. Dus deze wedstrijd heeft geleefd in Vlaanderen. En er konden natuurlijk maar één de meeste stemmen hebben. Om middernacht gisteren is dat afgesloten. Lorien Boogaard. Laurien, je krijgt een wellness weekend met overnachting voor twee personen. Je krijgt ook een lint als winnares van de publieksprijs. Proficiat. U neemt natuurlijk plaats terug in de rij, want je kan natuurlijk ook nog een van de eerste, tweede, derde dames. Dus nog een ander lint kan er misschien bij komen. Dat weten we nog niet. Jeff, de eerste. Gaan we met de eredames beginnen. Dus wie is er derde geworden in de verkiezing Schoonste Brin van Vlaanderen 2017-2018? Wel, ik zal de verwachtingen van Karen even compenseren. Emily Laremans. Emily Laremans! Kan niet makkelijker zijn. Ik krijg al goesting om te werken als ik dat allemaal zie. Proficiat. Van Vlaanderen 2017-2018. En dat is geworden. Evi van Kamp. Evi van Kamp! Proficiat, Evi! De nieuwe schoonste boerin van Vlaanderen is Mieke Verbeek.